Welkom bij deze aflevering van Novum. Vandaag gaan we het hebben over diversiteit. En dat doen we met twee leden van het platform Inclusie en Diversiteit dat de NOVA vorig jaar heeft opgericht. Gloria Hutting-Gomez en Mark Smeets. Welkom. Gloria, wil jij je eerst kort voorstellen? Ja, mijn naam is Gloria Hutting-Gomez. Ik ben advocaat procesrecht en ondernemingsrecht bij Delis & Martens Advocaten in Den Haag. En daarnaast lid van dit platform. Dankjewel. Mark? Ja, mijn naam is Mark Smeets. Ik ben advocaat sinds 1998. De eerste 11 jaar heb ik bij wat zo mooi heet de grote kantoren gewerkt. En sinds 12 jaar ben ik zelfstandig binnen een kantoor dat ik heb opgericht met mijn eerste patroon. Dankjewel. Gloria, hoe ben jij bij het platform betrokken geraakt? Ik kreeg een advertentie in mijn mailbox en ik was direct geïnteresseerd. Omdat het bevorderen van diversiteit binnen de advocatuur, dat is voor mij een heel belangrijk onderwerp. En ik was er ook van overtuigd dat ik van meerwaarde zou kunnen zijn. Omdat ik als advocaat zelf natuurlijk de ervaring heb van en advocaat zijn en iemand zijn met een andere achtergrond. En dus vandaar eigenlijk. Mark, hoe was dat voor jou? Ja, ik ben sinds ongeveer 7 jaar vrijwilliger bij het COC. Daar geef ik gastlessen op scholen. Lagere scholen, middelbare scholen, ook hoger beroepsonderwijs. Maar dat is uiteindelijk niet de aanleiding geweest om me aan te melden. De aanleiding is dat ik sinds 3,5 jaar alleenstaande vader ben. En daar ook bewust voor gekozen heb. En het wonderlijke is dat ik veel meer met vooroordelen wil ik het niet eens noemen, maar eerder clichés in aanraking ben gekomen als alleen opvoedende vader dan ik ooit op grond van mijn geaardheid heb meegemaakt. En misschien om een voorbeeld te noemen, het lijkt heel onschuldig, maar als ik in een winkel mijn dochter een snoepje aangeboden krijg en ik dan zeg van, nou, dat mag ze thuis opeten, want ze moet eerst fruit eten, dan zegt en dat zijn meestal vrouwelijke medemensen, zeggen dan vaak, nou, misschien als je papa heel lief aankijkt, dan mag het wel. En de eerste keer dat me dat gebeurde, dacht ik, moet ik hier wat van vinden? Maar ik ontdekte dat dat een patroon is. Ook in mijn directe omgeving, mensen die me bijvoorbeeld complimenten geven als vader voor de meest normale dingen, waar je moeder denk ik niet voor zou complimenteren. En toch is dat nog niet waarom ik me heb aangemeld. Ik heb me pas aangemeld toen ik me realiseerde wat het spiegelbeeld van die ervaring is. Namelijk dat als het over andere rollen gaat in de samenleving, vrouwen waarschijnlijk diezelfde ervaring hebben. En ik zat een keer in een hele grote bespreking op de Zuidas met wel 15 advocatenkantoren in een grote zaak. En toen, ik weet niet hoe het kwam, maar toen dacht ik, ik ga nu die bespreking analyseren op grond van die ervaring, maar dan, hoe zou dat dan zijn als vrouw? En dan ontdek je, nou, van die 15 kantoren, daar zaten denk zo'n 2-3 mensen per kantoor. Dat was zo'n 40-50 mensen. De eerste constatering is dat er bijna geen vrouwen bij ze zitten. En de tweede is dat van de vrouwen die daarbij zitten, er maar misschien 1 of 2 partners zijn. Al die andere advocaten die daar zaten, de partners waren mannen. Maar het gaat veel verder in het hele gesprek. Begon ik inderdaad te merken, dit is een beetje diezelfde ervaring wat in Amerika nu in de woke culture wordt genoemd mansplaining. Dus mannen die eerder vrouwen interrumperen. Of als een vrouw haar mening geeft, dat er eerder kritische vragen worden gesteld. En ik zag dat patroon echt. En ik dacht, wauw, dit is inderdaad een beetje zoals als mijn dochter het snoepje krijgt, maar dan in een hele serieuze context. En toen dacht ik, ik moet hier iets mee. En dat was ongeveer 2 weken voor die oproep in het advocatenblad. En zo heb ik me toen aangemeld en dacht, dit is wat ik daarmee kan. Dankjewel. Genoeg om over te praten als ik jullie inleiding zo hoor. Gelukkig gebeurt er ook nodige. Dat is niet geheel neutraal wat ik zeg natuurlijk. Maar dan benoem ik in elk geval de diversiteitsverklaring die door de NOVA is opgesteld in 2018. En in 2019 was ik een overigens zeer goed bezocht innovatieplatform. Nou, dat is 2019, lijkt misschien al een eeuwigheid geleden. Maar wat is er na 2019 concreet nog gebeurd, Mark? Nou, er zijn daarna nog gesprekken gevoerd door de orde met mensen uit het veld. En dat werd vrij snel opgevolgd door de hele Black Lives Matter beweging. En er zijn toen 2 advocaten van de Stibbe geweest die zich bij de orde hebben
gemeld. Van, gaat de orde hier iets mee doen? En eigenlijk heeft dat de boel in een stroomversnelling gebracht. En het platform is daar het resultaat van. Gloria, waarom is dit platform nodig? Ik denk dat het platform nodig is om gelijke kansen te creëren voor mensen met andere achtergronden, zoals ik met een andere afkomst. Ik kom uit Kaapverdië en heb andere ervaringen dan bijvoorbeeld mensen die gewoon in Nederland geboren zijn. En ik denk dat dit platform ook die mensen zal gaan helpen. Dan noem ik bijvoorbeeld één voorbeeld. Er zijn natuurlijk mensen van, uit Kaapverdië, zoals ik zelf, die zich niet snel zullen aansluiten bij een studentenvereniging, maar die ook heel erg gemotiveerd zijn en die ook gewoon bij dat grote kantoor willen werken of überhaupt op een advocatenkantoor. Maar er zijn bepaalde dingen die je dan moet doen. En dat is één ding wat ook uit dat platform komt. Wij zullen handvatten geven aan mensen die een andere achtergrond hebben. Dus ik vind het belangrijk dat dan op die wijze gelijke kansen worden gecreëerd als het ware. Dus ik denk wel dat het nodig is, ja. Ik hoor je zeggen, een bepaald type mens voelt zich aangetrokken tot de advocatuur. Je spreekt mensen met een andere afkomst of een andere seksuele geaardheid. Is dat conservatisme niet een beetje eigen aan het vak van advocaat? Het beschermen van de burger tegen, nou, bijvoorbeeld de overheid of een opstandige wederpartij. Is dat niet waar de advocatuur om gaat? En is dat niet ook waarom dit soort mensen, dit type mensen dat nu in de advocatuur actief is, zo daar zich toe voelt aangetrokken? Ik vind dat een lastige vraag. Omdat, natuurlijk is de advocatuur nu, dat zijn vaak een beetje dezelfde mensen, wat u eigenlijk zegt. En dat klopt eigenlijk ook wel, want als je bepaalde mensen, als zij solliciteren, dan zoek je eigenlijk naar iemand, volgens mij is dat gewoon psychologisch bepaald, je zoekt naar iemand die eigenlijk ongeveer hetzelfde is zoals jij. En ik denk ook dat de pool veel groter is met Nederlandse jongeren. Niks mis mee natuurlijk, die moeten ook advocaat kunnen worden. Maar ik denk dat met name de mensen met een andere achtergrond, zij hebben nog een extra duwtje nodig en... Ja. Mark, ik kom in mijn werk vaak advocaten tegen met wat Gloria een andere achtergrond noemt. Is de advocatuur eigenlijk niet diverser dan gedacht? Ja, ik denk dat dat een hele terechte vraag is. En het platform heet ook Platform Inclusie en Diversiteit. Ik denk dat het zeker waar is dat er advocaten zijn van allerlei achtergronden. Maar dat het ook heel belangrijk is, voelen die advocaten zich thuis? Komen ze daar waar ze het liefste terecht willen komen en halen we het beste uit alle advocaten. En het onderwerp inclusie maakt dus een heel nadrukkelijk deel uit van het platform. Hoe zorgen we dat we de mensen die in de advocatuur terechtkomen, dat we die houden en dat die ook op de goede plekken terechtkomen. Laat de advocatuur niet gewoon een enorme kans liggen door zo gefocust te zijn op één type mens, Mark? Dat denk ik zeker. Als je ziet, hè, er is zoiets als Workplace Pride. En er is een prachtige presentatie van een directeur van IBM die zich inzet voor diversity. En dat heet The Cost of Thinking Twice. En die presentatie die is erop gericht om de business case voor diversiteit te maken. En die presentatie laat Claudia Brent-Woody, heet ze, laat zien dat er een heel grote correlatie is tussen welvaart, innovatie en de diversiteit van bepaalde regio's. Dus een kaart van de wereld waarop je inderdaad gewoon ziet een directe relatie tussen de vrijheid van burgers en de gelijkwaardigheid en hun welvaart. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel onderzoeken over groepsdruk en wat wij in het platform wel noemen monocultuur. En dat inderdaad een vernieuwing en debat in de weg zit. En ik denk dat advocaten heel veel baat hebben bij een heel open debat. En dat het misschien in de praktijk soms wat wordt vernauwd als je je beperkt tot de meningen en de ervaringen van een bepaalde groep mensen. Dus ik denk zeker dat er ook een... dit onderwerp wordt wel eens gezien als een soft onderwerp. Dat hoor ik wel. En er wordt ook wel eens gezegd van,
Je moet oppassen als je over dit onderwerp, als je daarvoor inzet, dat je niet bozig overkomt. En dat vind ik, ik snap dat. En tegelijkertijd denk ik, oké, maar dan is het misschien ook heel nuttig om het wat zakelijker te bekijken. Het is gewoon een heel rationeel en zakelijke overweging. En daar komt bij, denk ik, dat de arbeidsmarkt... Kijk, in de jaren 80 kwam er steeds een nieuwe generatie mensen aan die groter was dan de vorige. Dus als je niet heel goed selecteerde, had je altijd wel hele goede mensen te pakken. Maar we kunnen het ons nu, denk ik, in de toekomst niet meer permitteren ook. Met de vergrijzing. Het is dus ook heel rationeel zakelijke overweging om te zeggen, we moeten hier tijd en energie in steken. Ja, begrijp ik. Nou, we hebben gelukkig een prettig gesprek over dit onderwerp. Meer concreet naar het platform. Hoe is het ingericht? Hoe werkt het? Ja, het platform bestaat volgens mij uit 37 advocaten. En omdat dat zoveel advocaten zijn, hebben we eigenlijk drie subgroepen. En daarin behandelen we verschillende thema's. Dus groep 1 behandelt thema 1. En dat is dan, even kijken, advocatuur en de rechtenstudie. En daarin zijn we dus met name bezig met het vaststellen, hoe is dat nu? Hoe is het op de universiteit? Zijn er veel mensen met diverse achtergronden die advocaat willen worden? En we willen ook met die mensen dan in contact komen. En dan is thema 2, dat is gericht op het bevorderen van diversiteit binnen de advocatuur. En thema 3 houdt zich bezig met het in kaart brengen van hoe het staat met de diversiteit in Nederland. En we hebben ook al heel veel vergaderd met elkaar. En eigenlijk overal zijn we bezig met het vaststellen waar staan we nu. En wat kunnen wij doen om de personen met andere afkomst of andere geaardheid, seksuele geaardheid, handvatten te bieden om hetzelfde te kunnen bereiken. En dat is het eigenlijk in een notendop. Dankjewel. Hebben jullie al concrete activiteiten gepland? Jazeker. Bij thema 1 wordt er contact gelegd met de universiteiten. En op die manier proberen we dus in contact te komen ook met de rechtenstudenten. Dus om in een vroeg stadium al aandacht te vragen voor het vak advocatuur. En dat ook mensen met andere achtergronden zich ervoor mogen interesseren. Want vaak is dat al zo, maar denken sommige mensen van, misschien niet voor mij. En dan krijgen ze toch nog dat extra zetje. En in thema 2, dat is eigenlijk waar wij nu vandaag mee bezig zijn. Houdt zich met name bezig dus met bewustwording en zichtbaar worden van dat wij ook inderdaad met diversiteit bezig zijn. En op die manier wordt dan de diversiteit in de advocatuur bevorderd. En in thema 3 zijn we met iets heel interessants bezig. Al een stuk of 3 maanden, denk ik, dat we daarmee bezig zijn geweest. Met het maken van een enquête. En op basis van die enquête willen wij eigenlijk te weten komen, hoe staat het nu in de advocatuur met de diversiteit? Is er eigenlijk niks aan de hand en waar hebben we het hier vandaag over? Of speelt er wel degelijk iets? Ik denk de tweede natuurlijk. En dus dat staat uit. Alle advocaten kunnen die enquête invullen tot en met 18 juli. En het zou heel fijn zijn als er heel veel advocaten die enquête ook daadwerkelijk invullen. Omdat we dan een vollediger beeld krijgen van hetgeen waar wij, wat wij in kaart willen brengen. En waar kunnen advocaten die enquête invullen, Gloria? Nou, alle advocaten hebben al een mail ontvangen. Dus in de nieuwsbrief, daar kun je gewoon gelijk op klikken en de enquête invullen. En mocht je die nieuwsbrief niet hebben ontvangen, kijk dan gewoon op de website van de NOVA. En hoe kunnen mensen anderszins met jullie contact opnemen? Op de website wordt aandacht van de orde, wordt aandacht besteed aan de platform. En er zijn ook alle namen te vinden van de betrokken advocaten. En ik zou het ook helemaal geen probleem vinden als mensen via onze website mij benaderen over dit onderwerp. Want ik denk dat het heel belangrijk is om met elkaar in gesprek te zijn en ervaringen te delen. Mark, wanneer heft het platform zich op? Waarmee ik natuurlijk bedoel te zeggen, wanneer is het platform een succes?
Ja, grappig dat je mij deze vraag stelt. Want toen ik op weg hier naartoe was, zat ik een beetje te bedenken waar we het allemaal over zouden gaan hebben. En deze vraag die zat ook even in mijn hoofd, omdat ik moest denken aan een interview met Justice Ginsburg in de Verenigde Staten, die vorig jaar is overleden. En die kreeg natuurlijk ook heel vaak de vraag vanuit haar bemoeienis met vrouwenrechten van wanneer zijn we eigenlijk succesvol? En zij zei dan altijd een beetje uitdagend van, nou, als er in het Hoge Rechtshof in Amerika 9 vrouwen zitten, dan hebben we succes bereikt. En nou ja, als dat de maatstaf is, dan blijft het platform voor altijd bestaan. Maar het is wel, denk ik, een beetje de spirit. Van als we allemaal het gevoel hebben dat het echt niet meer nodig is, dan heffen we het op. We moeten gaan afronden. Is er een opmerking die jullie echt nog graag willen plaatsen voordat we afronden? Misschien Gloria. Ja, ik wil nog wel even zeggen dat de resultaten van de enquête zullen we in het najaar gaan bespreken in een seminar. Dus daar zijn alle advocaten van harte uitgenodigd. En ja, dat wilde ik eigenlijk zeggen. Mark? Ja, ik zou nog wel willen meegeven aan mensen die sceptisch zijn of de vraag hebben, is dit allemaal nodig? Ik begrijp dat altijd best wel goed, zeker voor juristen, want juridisch hebben we het allemaal heel goed voor elkaar op het gebied van gelijke rechten. Maar sta open voor het gesprek daarover. En als iemand aangeeft dat hij een probleem ziet, neem dat serieus. Vaak zit privilege juist ook in wie bepaalt waar het debat over gevoerd wordt. Het mogen bepalen wie het debat voert is al een vorm van privilege. Dus stel je open voor mensen die zeggen er is hier een probleem. En ik ben vanochtend met de trein gekomen. Ik weet dat er een enorme opstand was toen de NS zei, geachte dames en heren, dat doen we niet. Maar ik merkte vanochtend van hoe weinig moeite heeft het eigenlijk gekost om de beste reizigers van te maken. En hoe fijn is het dat je dan ook dat laatste stukje mensen die zich niet prettig voelt bij geachte dames en heren, dat je die gewoon ook welkom laat voelen. Dankjewel. Duidelijk, leuk. Een mooie afsluiting ook. Dank voor jullie komst, Gloria, Mark. Dat was deze aflevering van Novum. Enquête natuurlijk gewoon zo snel mogelijk invullen via de website van de Nova of even de nieuwsbrief checken. Graag tot de volgende keer.